Heldro IJs uit Ottersum komt naar Nijmegen. De ijsproducent opent binnenkort een winkel in de Burgstraat. Via een poll op Facebook konden ijsliefhebbers aangeven in welke stad deze nieuwe winkel geopend moest worden. En de meerderheid koos voor Nijmegen. Het begint natuurlijk bij het feit dat we merkten dat we heel veel fans hebben. En dat mensen van heinde en verre al sinds jaar en dag naar Ottersum komen om ons heerlijk ijs te komen eten. En dat wij de ambitie hebben om meer fans te creëren en meer fans te maken. Dus in de wijde omgeving. En ja, waar kun je dat beter doen dan in een grotere stad? En toen zijn we erbij gekomen om te kijken of dat een stad is in het gebied waar we nu bekend zijn. En dat is eigenlijk de driehoek Nijmegen, Uden, Venlo. En nou ja, aangezien Uden niet zo'n hele grote stad is, heb je met Nijmegen en Venlo eigenlijk de beste twee gegadigden. En daarop hebben we toen die Facebook-poll geënt. En daaruit bleek dus voor 86% dat Nijmegen favoriet was. Dit jaar bestaat Heldro IJs 80 jaar. Dat is natuurlijk een hele mooie mijlpaal en fantastisch. En dat zegt misschien ook al genoeg over dat het van generatie op generatie gaat. Dat mensen hier naartoe komen om een heerlijk ijsje te eten. Maar wat voor ons ook wel als een paal boven water staat. En dat is ook wel wat Heldro uniek maakt ten opzichte van andere ijssalons. Is dat wij altijd ultravers ijs hebben. Dus als je hier een ijsje komt eten, hier in Ottersum, maar straks ook in Nijmegen, dan is dat ijs nooit ouder dan 2 uur. Dus rechtstreeks uit de machine, de vitrine in en dan wordt het geschept en dan kun je ultiem genieten. Het assortiment in Nijmegen komt overeen met dat van de winkel in Ottersum. Het aanbod is behoorlijk vergelijkbaar. Dat wil zeggen dus dat het ijs, zoals ik al zei, ultravers gemaakt wordt. Elke dag, gedurende de dag wordt er vers ijs gedraaid. Wat je dan kunt bestellen, ofwel voor op een horentje, een bakje of een wafel, noem het maar op. Met daarop de toppings zoals je die wenst. En dat hebben we hier dus voor de mensen die hier al bekend mee zijn. Bijvoorbeeld met koude toppings, hè, dus met sauzen, aardbeiensaus, chocoladesaus. Maar ook warme toppings, warme karamel, warme kersen, in het seizoen vers fruit. Maar ook wat nieuwe toppings die we willen gaan proberen in Nijmegen, die we hier nog niet hebben.